No. Hemmersteam in Breda. En wie komen we tegen? Michael Babb. Ik kom je overal tegen. Hoe is het? Goed, en met jou? Goed, dank je. Wat doe jij hier? Ik kom voor Isis. Isis Verbeek? Ja, Isis Verbeek. En jij bent haar aan het voorbereiden voor? Voor een 25 juni. Glory. Tegen? Tegen Irene Maceva. En kende je die tegenstander al? Nou, niet van vroeger, maar ik heb al een paar beelden gezien. Ik heb haar gezien in Koenloon. Ze was al een meisje uit een zwaardere divisie. Maar ja, ze kan droppen bijna. Dus ja, voor de rest een beetje naar gekeken. En in wezen doen we niet veel anders met Isis. Isis is gewoon compleet. Is Isis scherp, ja, voor zaterdag? Ik denk dat je het zelf dadelijk mag bekijken. Maar ze is scherp. Het is vooraan natuurlijk de grootste uitdaging. En dan moet je gewoon scherp zijn. En dan moet je er alles voor doen om daar te willen staan en te shinen ook natuurlijk. En hoeveel werkt die samenwerking tussen jou en Nick Hemmers qua training met Isis? Goed, goed. En in principe is die participatie heel goed, maar ik had het gebruikt. Nee, heel goed. En, Isis heeft de vrije hand en ja, ik train al zo lang met haar. Dus het is altijd wel een, voor elke sportschool is dat een handig. Als je toch iemand hebt die een met haar kan aansnijden. Wie gaat er in de hoek volgende week zaterdag in de rij bij Glory? In de hoek bij Isis? We staan allemaal in de hoek. Ja? Je staat gewoon met Nick samen? Ja, oké, okay, nou dat is cool. Dat gaan jullie in ieder geval. Tickets voor zaterdag, zijn die nog available? Zover ik weet zijn er tickets en Fightmasters zijn die tickets nog te verkrijgen. Isis de tickets zijn al uitverkocht helaas. Dat is snel, hè? Ja, die gaan heel snel. Die hebben we aardig wat verkocht. In ieder geval succes. Ja, zaterdag. Okay. En je zit nog steeds bij Enfusion, toch? Ook? Ik ben op dit moment een freelancer. Dus ik ben. Wat ik eigenlijk doe is een jongens voorbereiden, meisjes voorbereiden op een wedstrijd. Dat doe ik eigenlijk over het algemeen. En dat maakt niks uit waar. Oké, okay. Ja, dat is goed. Nou, ik zal je laten, want je training is bezig. Ja, daarom. Bedankt en succes. We gaan allemaal kijken zaterdag, volgende week. Oké. Okay. Thank you.
hands all over you, with right hand up. Go. Voorbereiden, vertelde je me net. Wie heb je allemaal staan? We hebben Isis in het toernooi staan in Glory Amsterdam. We hebben Harut tegen Congolo staan. Ook in Amsterdam. Dan hebben we Marat in China vechten 9 juli. En Filip vecht 2 juli tegen Israel Adesanya ook in China. Dus we hebben een drukke maand nog eventjes. En dan, daarna eventjes 2 weken rust. En dan gaan toch wel. Jawel. En daarna hebben we weer september, Filip. Harut weer. Ja, ik weet niet, we hebben gewoon, ja, het blijft gewoon doorgaan. Noah vecht ook trouwens Glory. Tommy vecht ook Glory. Ik zag, ja, dus we hebben 6 jongens vechten nog deze maand. Dus ja, we moeten nog eventjes doorgaan. We kunnen er niet stoppen. Heel veel succes. Dankjewel. Michael, hoe gaat training? Lekker. Hello.
Ik kan hem niet gelijk doen. Yeah!
met Isis Verbeek. Hoe is het? Goed, je was lekker aan het trainen net, zag ik. Jawel, jawel. Met Michael Babb en Nick Hammers. Ja, klopt. Vertel, volgende week zaterdag, Glory Rai. Ja, ik heb er zin in en iedereen moet komen kijken. Dus, lekker af. Ja. Vond je het jammer dat die partij met, tegen Iman Barlow was afgelast? Of maakt het je niet uit? Ik kom haar toch wel tegen, dus het maakt niet uit. Ja? De kickboxwereld is klein, laat ik het zo zeggen. Dus je komt elkaar toch wel allemaal tegen. En dit is jouw debuut? In Glory. In Glory, ja. Ja, dat klopt, ja. Dus, ik wilde je nog iets vragen, gelukkig dat Michael erbij zit. Het is een toernooi, maar ze doen het in gedeeltes. Ja, het is gedeeld. In december. Het is niet in één avond? Nee. Want december, als ik het goed heb, is de halve finale. En dan februari of zo de finale. Ja, het is in gedeeltes, ja, hè? In gedeeltes, ja. Grappig, dus het toernooi, dus dit is eigenlijk de... Volgende. Ja, kwartfinale. Ja, kwart. Ja. En dan als je door bent, dan ga je naar de halve en dan... Ja. Maar ja, one by one, hè? Eerst die eerste pakken. Ja, toch. Ja. Nou, heel veel succes, Isis. Dank je wel. En dan ga je allemaal aanmoedigen zaterdag. Dus, top, dank je wel. Doos. Zeven, kom op. 8, 9, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hammers gym met Tommy Diekman. Ik heb je net zien trainen, vertel, hard. Ja, het gaat lekker. Het was heel intensief. Maar ja, eventjes doorbikkelen en dan zijn we er weer klaar voor. Zaterdag 25 juni, Rai Amsterdam Glory. Ja. Vertel. Ja, het is voor mij de eerste keer. Ik ga mijn debuut maken op Glory, dus ja, spannend. Ik heb er heel veel zin in. En ja, ik heb hard getraind, dus ik zag denk het. Wel dat het goed gaat komen. En wie is je tegenstander ook? Ik zou eigenlijk tegen Redouan Boekrets vechten, maar rond hem is een beetje een verhaal aan de gang. Dus waarschijnlijk vecht ik niet tegen hem. Zijn ze nu bezig met een andere tegenstander, maar dat is nog niet helemaal zeker. Maar dus ik, heb ik vecht sowieso. Ja, hè? Ja, 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 en je zei het al, het is je debuut, dus... Ja. Ja, het is, ja, hij valt waarschijnlijk uit, maar ze zijn voor mij dan een nieuwe tegenstander aan het zoeken. Dus, zijn er nog kaarten verkrijgbaar voor Glory? Ja, er zijn nog kaarten verkrijgbaar, maar het is beperkt. Dus ja, het zal niet heel lang duren voordat het uitverkocht zal raken. Oké, nou we hadden het er net al over. Wil je er langs? Of, ja, oké. Okay. Ik vroeg het je net al van, als jullie hier klaar zijn met de training, wat gaan jullie hierna doen? En je vertelde me... Ja, nou ja, ik heb naast het kickbox ook nog een tattoo shop, dus ik... ja, zodra ik klaar ben met trainen, dan douche ik mezelf, gooi ik er een shake in en dan ga ik een beetje mensen prikken. Hoe heet jouw tattoo shop? Ja, voor mij is Dynamite Tattoos. Hangt af van mijn, ja, van mijn bijnaam met kickboksen ook. Daar heb ik ook mijn tattoo praktijk aan verbonden, zeg maar. En jij zit gewoon in Breda? Even maar voor reclame maken. Ja, het is in Breda. Het is vlakbij bij de sportschool, dus voor mij is het heel... Wat is heel het adres? Willemstraat 21 in Breda. Oké, nog eenmaal de naam? Dynamite Tattoos. Dynamite Tattoos. Is er nog een korting voor kickboxfans? Ja, als ze een leuk verhaal hebben, dan kan ik daar wel rekening mee houden. Hey, en jij heel veel succes, hè? Dankjewel. We gaan je volgen, we gaan je supporten. Dus, ik zie jullie vijf. Ik heb je training net gezien, you're ready. You're ready. Ja, dus, komt goed. Hoes. Jim, en we zijn hier met Stacey Carriage. Hoe is het? Ja, goed. En met jou? Ja, goed. Vertel even over jezelf, je gewicht, je klasse en je record. Ja, ik ben eigenlijk nog een beginner eigenlijk. Ik ga de C in. Ik heb een toch niet voor hemzelf gekocht. Ik heb een jaar lang, ben ik dan wel meer dan een jaar aan het trainen. Door omstandigheden is het in ieder geval gekomen. Ja, persoonlijke omstandigheden en ook een blessure gehad een aantal maandjes terug. Hoi, loop maar op orde. Maar ik ben wel weer van plan om na de zomer weer te knallen. Mijn broer die traint hier ook, dat is Quincy Jones. Oh, daar hadden we het net over. Hij is wel een A-klasse vechter. Dus nou ja. Dus jij bent zusje van Quincy? Ik ben het zusje van Quincy. Ja. Ja. Klopt. Official. Ja.
Oké, okay, dus je volgende partij staat nog niet klaar. Je bent net aan het... Ik ben net weer echt eigenlijk weer... Lekker aan het trainen. Ja. Nou, hou ons in de, ik op de hoogte. We houden elkaar in de... Ik hou jou in de gaten en jij houdt ons op de hoogte. We houden elkaar allemaal op de hoogte. Is goed, dank je jongens. Ik ben Jim en we zijn hier met Slavrouwen. En vertel even over jezelf, je klasse en je gewicht. Ik ben Priscilla, ik ben 30 jaar. Ik ben eindb en ik vecht op 52 tot 54 kilo. Oké, en wanneer is je volgende partij? Als het goed is in juli, bij Helmond. Weet je al tegen wie je strijdt? Nou ja, in ieder geval succes. Dankjewel. En had je nog nieuwtjes voor de fans? Of, Altijd komen kijken, zorg altijd voor een mooie partij. Ja hè? Yes. Ik ben met Jim met Noah Shaboon. Net klaar met trainen. Ja, klopt. Vertel. Ja, het was een harde training. Ik ging er lekker vandaag. Ik heb goed doorgetraind. Deze maand Ramadan voor ons nu. Het is een beetje moeilijk, maar moeilijk kan ook. Dus de training loopt zoals we hebben gepland. Dus alles loopt volgens plan. We lopen goed op schema. Dus het wordt een krampartij. En je vertelde me net al over de Ramadan. Kan je het nog een keer vertellen hoe je het... Ja, training gaat gewoon door tijdens de maand Ramadan. De ochtendtraining train ik gewoon normaal. Na het eten ga ik met mijn vriend Zene Shamsdin rennen in het bos voor conditie te onderhouden. En ja, we eten voordat we stoppen met eten, dus voor onze opgang stoppen we met eten. Maar daarvoor eet ik alle soorten suikerijen die in het lichaam heel lang blijven. Dus dan kan ik gewoon in de ochtend gewoon heel normaal trainen. Dat is slim, hè? En vertel, 25 juni. Ja, 25 juni moet ik tegen Raymond Bond vechten. Het wordt... Dus het wordt een knalpartij. Ik heb gewoon een jongen met veel ervaring, een jongen die werkt. Dus een jongen die komt knokken, daar hou ik van jongens die komen knokken. Dus het wordt zeker een knalpartij, zeker allemaal komen kijken. 25 juni Glory in de rij. Zijn er nog kaarten verkrijgbaar? Ja, de kaarten zijn verkrijgbaar via mijn trainer Nick Hemmers of gewoon hier op de sportschool. Oké, nou ja, we gaan je aanmoedigen. Dankjewel. En heel veel succes, hè? Hoes. Ja? Shortcut Fight News, Hemmers Gym, Breda met Filip Verlinden. Hoe is het? Filip, you were planned to fight in ACB last week in the Brussels, but I saw you in Marat's corner in China. Yeah, we had to cancel the fight of ACB because I had an injury and I wasn't able to fight there. But because other fighters of Hammer Gym were here and Marat had to fight at the same time in China and I was injured, so I went with Marat. Okay, so the reason was that you were injured? Yeah, I was injured. It wasn't possible to fight. And then, well, I just talked to Nick and he said you have a fight next week? Yeah, I have a fight in 2 weeks, 2 July or 3 July in China, in WLF. Israel Adesanya, the guy from New Zealand. I fought him in Derby once. My first 85 kilo fight in middleweight in Glory, I fought Adesanya. And now I'm gonna fight him. It's gonna be tough, that one, huh? Yeah, it's a difficult fight. He moves a lot and stuff, you know, so... But you're injury-free now? I'm injury-free now, yeah. September 17th? You have your plant in Enfusion? Versus Ibrahim El Boustati. Yeah. And he's an upcoming fighter. He is undefeated record. And you are actually... the first big name that he faces. Yeah. It will be a good fight. It will be in your yard in Belgium. Yeah, it's in my province in Antwerp, in my hometown, close down, only 20 minutes drive from me. So yeah, it's big for me. It's fun. It's my home fight. So and I'm fighting. He's undefeated and he's gonna fight a big man now in me. I think the first time, one of the more talented fighters he fought. I think. So yeah, we will see. He's a hungry fighter and he's young, so I'm not underestimating him, but I'm not gonna give him a present. That's for sure. I wanted to ask you, do you have a message for him? No, I don't have a message. I'm not a big talker. I just wanna make a good fight and we will see. I'm always a sportive guy, so it's a sport, you know, and everybody has to sell himself. So some people have big mouths, some not, but eventually it's in the ring, you have to do it. So I will prove my things in the ring. And. That's the we will see in the ring. And when is your next fight at Glory?
I don't know yet. We don't know yet with Glory. I have some fights coming up now, so I don't have time, but we will see. No, because July you have Vail, September yes. You have... Yes, and then September I have delivery. So I don't know, I don't that's, know. That's the planning till now. And do you have any other scoops on the fans or any other news? Nothing new. Keep following me. 2016-2017, I'm gonna do a big year. I was busy the last years, I had only a few fights. But we're gonna up the fights and gonna I'm gonna change my fighting style. I'm gonna be more aggressive in the 85 kilo division. I'm gonna be a danger, so watch me. Thank you. Okay, thank you. Gaan we hem al opnieuw of wat? Ja, toen ben ik. Take 3, Mick Hammers, Hammers Gym. Who's? Owner, trainer, coach. Yes. Of Hammers Gym. All of them. You are the son of Cor Hammers? Correct. Brother of the legendary yes. Ramon Dekkers? Correct. Do you co-own Hammers Gym with your father? No, I took it over from my father and then I took it over from my brother like 5 years ago. And now we changed the name when Golden Glory was sold, so now we're back at Hammers Gym. But it's the same. Yes, this I wanted to ask you because this is the same location? Same location, same gym, same team. It used almost, to be, except for some old guys like Zaki, Alistair Overeem, they go, but the rest, still the same gym, same system. And what made you decide to change the name? Well, Golden Glory was sold, and the Golden Glory team was one of the biggest team of the world, of course, and the coach was Cor Hammers, my father, so we just changed it to the old name. Before Golden Glory, it was Hammers Gym, then it was Golden Glory, so we changed it back to Hammers Gym. Okay, and does your father give you space to do your thing, or does yes. he get involved and try to sometimes he coach does you it, and, like but I like it, because he's for me, he's the best trainer in the world, so everything that he says is good for me. Yes. And also I want to ask you about the Hammers Gym in Brazil. Yes, we have a co-gym in Brazil because we have many fighters from Brazil and the coach from these fighters also came to our gym to fight. He fought for my brother and he wanted to start a Hammers Gym in Brazil. So we agreed and we made a Hammers Gym in Brazil. So now we have two. How long is that open, the one in Brazil? Almost 1 year. Almost 1 year. Yeah. And this one? Yeah, we were Golden Glory before, but I think the name Hammers Gym is now here for 4 years. 4 years, sir. And the old Golden Glory? Long time. It stopped 4 years ago, then 10 years. And before Hammers Gym from my dad was also 20 years. I think we're here for 40 years now, my family. Legacy, eh? Yeah. Well, you have top fighters here. We yes. just saw them, Filip Verlinden, Marat and Harut Grigorian from Belgium. Yes. You took them to your stable as well. Yes. You took them straight to the top. How close are they to the title? Well, Harut has a tournament. How close is Marat to the title? I think Marat is the one that has to go for the title next. After City Chai against Robin, who do we have? I think Marat is the one that deserves it. And I think he already won from City Chai in the tournament. So if Robin won from City Chai, then Marat definitely won from City Chai. It was in Milan. But Robin won the fight because he scored more with his low kicks and City Chai kicked on the guard. But then again, if Robin won this fight and you watch the fight for Marat against City Chai, Marat definitely won. Come again, or City Chai, we don't care, we just want the glory belt. Yes. Well, you have established the top fighters here, and who are your upcomers, your new talents? We have so many guys. We have. Yeah, I don't have new guys. We have new guys. It's almost established. From America, you still have to fight, man. Nobody saw you. We have Alan Schainson. He just fought in China. He's a good upcoming guy. We have Benjamin Masoudi. Here he is. He's upcoming. Yeah, we have a few guys. You will see them eventually coming up. And why did you yourself choose to be a trainer instead of a fighter? I did like 4 fights after I owned the gym, but it was too busy. When I started the gym and I took it over, it was so busy. I had so many things to do and I didn't take it serious anymore. So my own fights I did on 40%. And my dad said, just make the choice, Nicky. Choose what you want to do. You want to fight or you want to be a coach? Well, actually I want to do both, but it's not possible for me. So I chose to be a coach because I like it and I have a good team. I like to hang out with the guys and tell them how I think it has to be. So I like it.
And you have proven that you are not just the son of Cor Hammers. You have really proven that you built this gym with your own muscles. Yeah, I have it now for 5 years, and you see, in guys like Marat, they were good, but they become better under my arms. So yeah, I think in the beginning everybody was like, Ali is young and this and that and blah blah blah. But now I've proven I'm here, and I'm still around the top gyms in the world. So. I was very skeptical in the beginning. Yeah, it's normal. It's course son, and but no. It's more easy to have negative things than positive things. So, but no, you deserve all credit. You're doing a good job. Thank you very much. And for me, it's no problem. Bad commercials are also commercials. So. About June 25, Glory, Rai Amsterdam. Zack Mwekassa, I see him sometimes train here. Yeah, he prepares here for preparation, his fight. I didn't see him today, isn't it? No, he went back to Africa for 3 days. He had some things there with his book. Oh, so he just made a new book. But he's coming back today or tomorrow. Are he just always does like four weeks preparation here. So. Are you going to be in his corner? Yes. You're busy, yeah? Sometimes, yes, a little bit too busy. And how do you see the fight going between him and Mourad, who is at the top of his game now? Yeah, I know Mourad Bouzidi very well, of course. I like him also, he's a friend of mine. So, Zack, Mourad is very experienced. Zack has very heavy hands. He improves with his kicking game. I think it will be a difficult fight because Mourad is very experienced, fought all the big names. I don't know what to expect. It will be open. Zack is a strong guy, so he's very hungry. So we will see. Yeah. Your father is in Thailand now. Press conference. He did a press conference. He told me he had to do a press conference for Glory at a new event. My next question is, of course, you just said you are brothers with Ramon Dekkers, who passed away in a bike accident 2 years ago. Can you please tell the new generation fans about Ramon Dekkers, because he's a big legend, Muay Thai legend. First of all, type his name on YouTube, then you will see what he did for our sport. I think, but being his brother is easy to say, but I think he's the best kickboxer we had up till now. So, and he opened the international road. He defeated the Thais in their own country, in their own rules. So yeah, he really made a big name of himself. First satellite event from Thailand to Holland. He beat Nampon, the Thai champion. That's when it all started. I think it was in 1988, I think, my birth year. He did everything that you can achieve in the sport. He got the real world titles, real world titles, not the titles that they throw away at every event now, but the real world titles. He was one of the first white men. He was the first European guy that beat the Thais in Thailand in their rules. Then you have, of course, Rob Kaman, Peter Smith. Leo de Snow. You have all the guys, but I think my brother made the biggest name. I think they should look him up, type his name on internet, and they will see. Everybody knows the name, of course, but they want to know the... And can you tell us about the Ramon Dekkers Cup? Well, my dad, and I think it's the best thing they did in Glory, to have the Ramon Dekkers Cup. That if you win the contender tournament before you go against the world champion, you get, as prize, you get the trophy from my brother. The trophy is there. This is the one that Errol Zimmerman won. We have the real one from my brother, of course, but it's behind that door and I don't have a key with me now. But it's a replica of the cup that my brother won against Cherry Wanich, a world title fight in Thailand. So as a special gift for winning the tournament, you get the same cup as my brother won against the Thai champion. So I think it's a really cool prize to have. Symbolic. Yeah, I think for some fighters, I know for one like Errol, it meant a lot more to win this cup than even winning a world title. Because the Ramon Dekkers Cup is for guys that know my brother is very much important, more important than the World Cup. You know. My last question is, a lot of speculation on social media. Glory will host the fight between Rico Hoeven and Balahari. The last news was that they are in negotiations, the lawyers are in negotiations. Do you have any news on that? I don't know anything about it. I don't know if the fight's ever gonna happen or it's a media hype, I don't know. I'm a big Badr fan. For me, I really don't know, and if the fight's gonna happen, I'm definitely gonna watch. Yeah. For the rest, I don't have anything to say about it. I have to ask your father. Maybe. He's not here, your father, but...
Okay. Well, do you have June 25? Yes. Can you tell us which fighters you have fighting there, Tommy Diekman? I have two guys on the undercard, Tommy Diekman and Lucia Boon. They will be fighting in the undercard, of course, so it's good for them. It's a big opportunity. Nu already fought on the undercard last time in Paris and he won by KO first round, so he did good, so he could come back again. Then we have Isis Verbeek fighting in the women's tournament, first fight against Irina Mapeza. We're training hard. Isis is in the best shape of her life, so I think she will kick her ass. Let's hope. And Harut? Harut will be fighting in a very strong contender tournament. I think one of the strongest that there has been right now, with Myrto Grunat. Kongolo is the first opponent from Harut, of course, and Karim Ben Mansour, it's a good French guy. I think Harut is very strong, and I think they will have to watch out for him because he's going to make a big upset. And I hope we win the tournament and then we're going to face Holski. We only have good, strong guys that always come to make good fights. We don't come to make points or something. We come to kick your head off, so we will show. You have a shout out to the fans, tickets, June 25. Come watch June 25, best event in Holland. Glory 31. Yeah, I think so. I don't even remember. Yeah, I don't know. But come watch. Oos. Oos. Thank you. First gym with Marat Grigorian. Gefeliciteerd, je laatste overwinning in China. Dank je wel. Bij je legend, hè? Ja, de legend. Tegen Steve Moxen. Ja, dat was het. Was die toch Nee, gewoon superfight was het. Was gewoon superfight. Volgende maand. Volgende maand? Volgende maand heb ik het terug. En wacht jij daar. Terug superfight. Tegenstander is nog niet bekend. Maar ja. Oké, nou succes in ieder geval daar. Dank je wel. Mijn belangrijkste titel is K1 Max en de rest stel ik niet mee. Okay. Wanneer ga je die K1 verdedigen? Dat mag ik niet zeggen, maar dit jaar. Dit jaar nog? Ja, dit jaar normaal gezien. En je hebt de tegenstander weet je nog niet, hè? Nee. Marat, jij hebt hiervoor bij Bulldogs getraind in Antwerpen. Jij komt zelf uit Antwerpen. Hoe besloot je om toch hier te komen trainen bij Hammersje? Ja, hier trainen gewoon algemeen veel goede vechters, veel toppers. Ik dacht gewoon, ik ga eens daar. Ik moet er gewoon werk van maken. En ik ben hier gekomen en het is een succes geworden, mijn beslissing. Ik ben nu een van de wereldsterren. En je bent samen met Harut gekomen, hè? Nee, Harut is later gekomen. En dus je blijft lekker bij je, natuurlijk bij hem, Jim. Ja, je zit er helemaal aan de top hier. Kom je uit Armenië? Ja. Je woont in België. Hoe lang woon je al in België? 16 jaar. 16 jaar al, hè. Mijn volgende vraag is, want jij staat nu nummer 3 gerankt in de Glory rankinglijst. En de Armeense Georgia Petrosyan, die staat op nummer 4. Ja, hoe zou het zijn als je tegen hem zou moeten vechten? Tegen hem? Ik zou het eigenlijk niet willen tegen hem. Ik zou het annuleren, maar als het echt niet moet, dan heb ik geen andere keus. En hoe keek jij tegen hem op, tegen de dokter? Want hij was en is nog steeds een van de allergrootste Armeense. Ja, hij is een van de beste voor mij. Hij is een speciaal geval. Hij manipuleert u, laat u niet komen in uw spel. Ja, hij is gewoon iets speciaals. Je kunt dat niet vergelijken met anders. Hij ontduikt goed, hè? Ja. En je laatste keer heb je gewonnen bij Glory, ook met een vers KO. En dat ging helemaal viral op social media. En kort daarna heb je een Shine ook weer op KO gewonnen. Hoe voelt het als je jezelf terugziet op social media en je ziet dat het zoveel gedeeld wordt en zoveel geliked wordt en in Amerika? Eerst en vooral, ik kijk nooit naar mijn partijen. Ik kijk daar nooit naar. Maar die KO in Amerika, in Glory, dat was een speciaal geval. Dat was ineens een hit geworden. Ik zag dat overal mensen die taggen mij. Heel Amerika, die stuurt mij ineens e-mails door. Ja, ik was wel verbaasd. Dat was wel een brutale KO, ja. Maar is de pressure nu hoger of niet? Van dat je moet blijven prezen? Voor mij gaat het gewoon dat ik goed moet presteren. Zo. En je volgende gevecht, je zei het al, volgende maand in... wanneer is je volgende gevecht in Glory? Glory, ik weet het niet. Weet je nog niet? Nee.
En wie moet jij nog verslaan in Glory om die titelshot te krijgen? Dat weet ik ook niet. Nee, ik had het net met je trainer erover. Ik wil gewoon snel de winnaar uitdagen. Dat heb ik ook gedaan in Amerika. Je bent snel aan de beurt nu, je staat al op nummer 3, dus we gaan het in de gaten houden in de volgende. Wel of geen broers met Harut Grigorian? Nee, we zijn goede vrienden, maar we zijn geen broers. Maar iedereen weet dat we broers zijn, maar het maakt niet uit. Geen broers, geen neven, nee, geen familie, geen is familie. Niks. Is gewoon kennis met gewoon dezelfde toeval, achternaam. Toeval, Grigorian, ja. Oké. Okay. Nou ja, heb je nog een shout-out naar je fans? Wil je nog iets tegen je fans zeggen? Ik denk vooral mijn fans die mij geloven en die mij steunen en blijven naar mij kijken. Altijd spektakel. En had je een brood in het Armeens misschien? Het is hier, man. In Savatatsek, Savlaafkring. Zetavik. Merci. Oes. Oes. Hallo. Alan Scheissen, and where are you from? Argentina. Oh, you come all the way from Argentina, Maradona. Maradona, Messi. And you come all the way to preparation for a Hammership? Actually, no, I came all this way 3 months ago to train for Hammer Gym and to be part of the gym, actually. Yes, and why didn't you go to Brazil? It's closer, I think, no? Yes, because here it's way better, you got world champions here, you got the best fighters in the world, you have, again, the best trainers in the world, and Kohermer has all the connections that can actually help me. I want to fight in Glory. So, when is your next fight? Right now I had to wait for Kohermer to come back, but maybe I can fight in China too. Legend. Yes, I fought last month in AM Legend and I won, and they want me back, but I had to wait to see what Kohermer wants. Well, keep us posted, and we're gonna keep an eye on you, yeah? Who's... Hammer's Gym met Harut Grigorian, how are you? Hello. Yes. You are originally from Armenia? Yeah. You live in Belgium? Yeah. And you are not a brother of Marat. Nee. Nee, ja. Ik had even geen zin om met de kickbox was toen rommelig, hè? Nee, dan heb ik besloten om te stoppen. En tijdje te stoppen. Je hebt je comeback gemaakt in 2014? Ja. Ja. En je hebt iedereen verslagen in de underground. Ja, alles. 15 wedstrijden achterin, mist op chaos. Dus, hoe voelt het om eindelijk uit die underground te zijn en bij Glory nu te vechten? Ja, dat voelt goed. Dat is een mooie kans van Glory. En dat die kans geven om tegen Congo te staan. En, zou je eventueel tegen Murtel Groenhart uitkomen? Jij hebt al eerder tegen Murtel gestaan in 2012. K1, hè? In Spanje, ja. K1 Rising. Wat was die spanning tussen jullie toen? Nee, ja, er was geen spanning en... Ik heb die stand al gezien, alleen maar. Ja, nee, grote spanning. Het is niet tussen ons. Vind je het om eventueel tegen Murtel wel uit te komen? Want dat is jouw rematch, ja, dan? Dat zou wel een goede wedstrijd zijn, want nu ben ik een andere jongen die toen 2012 was. Dus, het wordt een hele andere partij dan... Sowieso. En het is ook een andere gewichtsklasse. Nee. Welke gewichtsklasse zit jij in? 77 kilo. En toen? 70 kilo. Ah, oké, dus jullie zitten allebei hebben jullie in veranderingen. Ja. Gelukkig zit jij niet in hetzelfde gewicht met Marat, hè? Nee, nu even niet. We zullen zien of ze goed dat voelt. Op 77 kilo te vechten. En als dat mij niet bevalt, dan kan ik nog altijd op 70 of op 72 kilo. Ja, maar dan kom je terug in diezelfde waar ik zou me moeten aanpassen en zien hoe dat er voelt. Oké, nou in ieder geval succes daarmee. 25 juni had je nog voor je fans een... Ja, mensen die mij geloven, allemaal welkom. 25 juni in Amsterdam, allemaal welkom. Ik ga mijn best doen. België, Nederland, Armenië, allemaal. Let's go, ja. In ieder geval heel veel succes 25 juni. En we blijven je natuurlijk volgen. Ja, sowieso. Hoes. Champion. Benjamin Massoudi, Hammers in Breda. Hoe is het? Goed. Bedankt dat je me had uitgenodigd. Ik ben echt heel blij. Kijk, Marat staat er ook bij. Hé, Marat. Eerste keer dat ik Marat
ontmoet. Benjamin, jij hebt vorige week in Turkije gevochten. Ja. Wat was er allemaal aan de hand? Vertel. Ik weet zelf niet eigenlijk. Ik had hem twee keer neergeslagen, in de eerste ronde, de tweede ronde. En uiteindelijk was de uitslag, was ik verloren zogezegd. En dan had Sulim en Gunjer had dat dan aangevochten bij de jury en ja. Ter plekke? Ja, en Errol was dan ook vrij kwaad geworden. Dus dan, uiteindelijk hadden ze mij dan toch gewonnen gegeven. Dus dat was allemaal op tv gekomen daar en ja. Gênant. Dus ja. Dus wanneer is het volgende gevecht? 17 september op Enfusion Antwerp in Lotto Arena tegen Hicham Agawi. Wordt een harde partij. Ja, een leuke partij sowieso. Hoe ga jij... Hoe zie jij die partij in? Heb je al een beetje ingecalculeerd? Gewoon trainen hoe de Nicky zegt en zijn gameplan volgen. Niet aanpassen of gewoon mijn gevecht eigenlijk vechten en ja, leren. Heel veel leren. Shaman. Ja, hij heeft onlangs nog zijn titel verdedigd, maar wij vechten niet voor de titel. Want wij zaten alweer niet? Op 84. Ja, dat was vorige keer met Artur Kuschenko ook, hè? Ja, ik weet niet, ik snap het ook niet. Maar dat maakt niet uit. Ja, kom je oorspronkelijk vandaan? Ik ben half Congolees en half Belgisch, dus ja. Ik dacht dat jij Marokkaans was. Nee, nee. Nou, dan weten we dat ook gelijk, dat je uit... En wanneer ga je bij Glory? Ik hoop zo snel mogelijk, maar ik weet dat ik zelf niet ik moet... Ik had je wel verwacht in die andere card nou, maar... Ik ook. Maar te veel van hem is je misschien. Nee, ik had een heel slechte partij. Ik vocht tegen... mijn laatste partij was niet zo goed, dus dat was niet echt te verkopen voor... Glory, dus ja. Heb je na 17 september nog partijen staan? Of, Nee, nog niks bevestigd eigenlijk, maar ik hoop zo snel. Meestal komt er wel iets. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Eerst 17 september en dan... Eerst even Hicham aanpakken. Ja. Ja, maar hij is nog altijd een... in een Fusion is hij nog wel de beste op zijn gewicht, dus... Welk gewicht zit jij nu dan? Ik vecht normaal gezien op 77, maar ik vind gewoon geen gewichten op 77. Dus ik hoop zo snel mogelijk terug op min 80 eigenlijk te vechten, want ik vecht nu... Mijn laatste gevecht was op min 90. En dat was iets... Ja, eigenlijk veel te zwaar. Dus... Ja, nou, in ieder geval heel veel succes en hou ons op de hoogte. Ja, super. Hoes, en jij? Net op tijd. Ja, wat moet ik zeggen? Weet je, ik... het is Ramadan. Gewoon doortrainen. Ja, ik snap het. Soms valt het mee, soms valt het tegen. Ik heb het vandaag helaas niet vol kunnen houden. Ik zag het, net de laatste ronde niet. Beter trainen dan testbrengen. Ja. Wanneer is je volgende partij? Ik weet niet precies, het is bij KOK in Moldavië. Oké, okay. King of Kings. Ik had tijd laatst gevochten en het viel ze wel, dus ik ben weer uitgenodigd. Weet je al je tegenstander? Nee, ik weet nog niks. Ik hoor het wel van Nick, als het zover is, dan vliegen we daarheen en gaan we gewoon knallen. Nog één keer je naam duidelijk. Samir Kliklik Bouzidi. Is goed. Most wanted. Most wanted. Hoes. Dank je.